als je een keer thuis bent, voelt het niet lekker of zo, of je vrouw of kind of wat, dan kun je deze helemaal doen. Het is gewoon een manier om je lichaam weer in balans te brengen. Maar je begint is dat je begint bovenaan, dus elke wervel, met duim en wijsvinger, dus dan probeer elke wervel weer te springen. Weet je, als je een hele les of twee uur hebt gestaan, behoorlijk een druk op je schouder, op je wervelklomp, eigenlijk wil ik hier gewoon deze een beetje losmaken. Een beetje ruimte tussen maken. Een beetje ontspannen. Dus onder de punten van de schouderbladen gebruik een duim en een duur in. Zo doen die grote rugspier ontspannen. Dat heb ik even gestaan. Achterkant van de bek, je vingers er een beetje tussen. Hier nog een beetje. Hetzelfde verhaal, twee uur gestaan, dus gewoon behoorlijk druk. In de bekkenhand, zijkant. Mensen kietelig zijn, is het vervelend. Baas je maar vast. Vanaf hier, mild 21, die we hebben aangeslagen in het midden. Ik gebruik de knokkels van mijn duim. Duw in. En laat los. Ik doe drie keer. Deze mensen vinden deze niet zo fijn. Zeker aan zien we net de punten hier 27 en maag 15 hebben aangeslagen op het bronchie werken. Dus onder andere het punt om het bronchie even tot rust te brengen. Is hij extra gevoelig. Omdraaien. Vanaf een kuiltje. Hand op je navel, ja. Naar beneden. Gebruik hem daar een wijsvinger. Die driehoek in die gouden in de middellijn. Naar beneden. Ik word aanschaam. Dus hier pak je de voorhand van je bekken. Een beetje. Gewoon de hele heupen weer een beetje ontspannen. Vanaf hier, mild 17. Die we net gebruikt hebben voor de long five voor de mannen. Ga er overheen staan. Handpalm erop in de leun, maar heel goed erop. Drie keer. Maag 15. Tussen de tepel en sleutelbeen. Stel dan je handpalm erop en los. Ik laat gewoon mijn gewicht. Ik duw niet, ik gebruik mijn eigen gewicht voor. Pas een beetje op als je veel zwaarder bent als iemand anders. Duw het volledige gewicht erop. Als je krak hoort in je hand, duw door de borstkas heen, is het niet zo fijn. Nee. Vanaf hier, knie 27. Beide duimen zijn erop in de beter. En dan heb ik los. Op deze manier heb ik het hele middenrif en de bronchie eigenlijk weer gereset. 17 voor de middenrif en maar 15 hier voor de bronchie. 06, waar we in begonnen zijn. Perikijk, sorry. En 06 aan de andere kant. Want als het kruislings. Waar zit die kruislings? Volgens de Chinezen zit op de ene kant van de kant van de andere kant te laten lopen. Als je het meer westers op benadrukt, dan maak je een connectie tussen beide hersenhelften weer. Maar nee, ik zit er druk op, maar niet met pijn. Een beetje afhankelijk van hoe goed moet die balans zijn. Kun je soms voelen dat hij heel warm wordt of heel koud aan de ene kant. En dan moet je natuurlijk in een beetje warm mee. En dan heb je 10 seconden. Of als je voelt dat het heel erg veel warmer gaat, moet dat langer vast op dat. Die ondervoet, dat is even belangrijk. Ik zie hier vaak dat mensen de verkeerde plek. Als je de bal van de voet hebt, het hoogste puntje daar dus. Dus als je de voet is, het hoogste punt, en niet met de bal naar voren. Hier één, met een knokkel, op die erin. Bij mensen die een beetje balans hebben, dat soort. Als je de tweede keer al beter gaat, de eerste keer. Stel je vaak niet. Als de Chinees komt hier de lichaamsenergie vanuit de aarde, dan kan je niet. Voor de drie keer. Maar wat hier? Als je deze keer al mee was, mensen heel hard getraind hebben. Dan zijn je darmen eigenlijk weer gestopt met alle energie gebruiken om in energie naar je spieren te gaan en zakken. Zodat de darmen even stil zijn, dan je hoofd op de navel en draai je in de richting van de klok. Dus een massage. Dit is lekker. Is wel. Dan krijg je vier vingers onder de navel. In de ene hand een beetje naar binnen, een beetje tegendrukken.
heel erg mee bezig.